Nou krijg je dat script. Nou, bedoel, iedereen die niet acteert, die valt natuurlijk meteen over de seksscènes, dus ik ook. Maar ik vraag me wel af, jij ziet er als actrice, zie je iets in die rol? Huismoeder, escortvrouw, want dat is eigenlijk het verhaal. Dat, ja, toch? En dat is wat ik kreeg eigenlijk, dit idee van Halina Rijn. Die heeft dit verzonnen en ik mocht dat uit gaan voeren. En toen was er eigenlijk nog geen script. Maar je gaat van het ene uiterste naar het andere. Ja. En wanneer gebeurt dat in een rol in een Nederlandse dramaserie? Dus ik zei gelijk, natuurlijk ga ik dit doen. En hoe ontwikkelt dat script zich dan verder? Want Halina moet dat dan met jou samen? Doet ze dat of doet ze dat zonder jou? Nee, nou uiteindelijk... Halina is een grote actrice, ja. Heeft het super druk. Ook veel in het buitenland. Dus is deze serie gemaakt door Talpa en gaan daar schrijvers mee aan de gang. Ik ben er enorm bij betrokken geweest. Omdat het ook echt voelde als mijn rol. En ik wilde het ook bewaken en ik wilde het ook mooi maken. Dus dat is een proces wat eigenlijk best heel lang duurt. We zijn hier lang mee bezig geweest. Omdat we ook de goede toon wilden vinden. Wat je zegt, huisvrouw turns escort. Dat escort dat gaat veel meer verbeelding oproepen dan die huisvrouw. Terwijl ik haar eigenlijk net zo interessant vind. Of misschien stiekem interessanter. Eigenlijk wel. Ja. Toch? Kleiner moet je dan spelen? Ja, nou, weet je wat ik zeg? Je maakt met haar een hele ontwikkeling door. En dat is een cadeau voor mij als actrice. En dat is ook wat we gaan zien in die serie. Ik bedoel, ik loop niet 8 afleveringen lang alleen maar in mijn BH rond. Nee? Nee, dat zou zeer oninteressant zijn, Umberto. Nee, dat is ook. Nou, maar wat ik wel boeiend vind, je hebt ook echt een onderzoek gedaan bij een escortvrouw. Met iemand gepraat ook. Ja, wat wilde je als weten? Als ik een advocaat speel, dan ga ik naar een advocaat. En nu had ik heel leuk contact met Upclass International. Dat is een high-class escortbureau. En de madame daar belde ik echt op in de draaiperiode. Omdat ik zei, ja, we zijn nu bezig. En ik wil nu gewoon iemand uit het werkveld spreken. Want ik had met haar veel van tevoren gesproken. Hoe is dat nou? Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat het in zijn werk? En wat doe je allemaal? Wat doe je allemaal? En zij zei, nou, dat is prima. Vrijdagavond komt June bij jou langs. En dat was fantastisch. Want er kwam een ontzettend leuke meid binnen die de opdracht ook had gekregen van, nou, je gaat naar Angela, dit is het geval. En laat maar zien hoe je je aankleedt als je bij een klant binnenkomt. Waar wil je afspreken, zei ze nog. Ik zeg, oh, een cafeetje. Of, nou, maar dan kan ze misschien niet goed haar spulletjes laten zien. Ik zeg, nou, kom maar bij mij thuis dan. Dus ze had echt zich netjes aangekleed. Super veel klasse en stijl. Er is niks ordinairs aan. Dit zijn vrouwen die weten wat ze willen. En die weten hoe zichzelf te verkopen. Heb je herwaardering voor ze gekregen na het gesprek met June? Had je een ander beeld van een escortvrouw voor een gesprek vergeleken na het gesprek? Ja, ze hebben veel meer de touwtjes in handen dan ik dacht. En ze zijn eigenlijk ook een beetje bezig met acteren. Want zij verkopen de illusie. Zij moeten inschatten wat hun klant wil. En daar zijn ze dienstbaar aan. Zover zij dat willen. Hoeft ook niet altijd alleen maar over seks te gaan. Nee, maar dat is het boeiende. Want er zit een scène in de serie waarbij het eigenlijk helemaal niet over seks gaat. Terwijl je dat wel in eerste instantie denkt, maar het is toch net anders. Hoe kan het nou dat zo'n leuke man geen vrouw heeft om mee te nemen naar de stad van de liefde? Ik ga mijn boekje te buiten. Mag ik helemaal niet vragen. Mag vragen wat je wilt. Jij hoeft er niet op te antwoorden. Ik val niet op vrouwen. Tja. Ja, dat is natuurlijk helemaal prima. Wat moet je dan met mij? Ja, nee, dat zei je al in de trein. Dat is natuurlijk veel handiger om een vrouw naast je te hebben. En een hele mooie vrouw. Zullen we dan maar?